Hallo iedereen en welkom terug in de tweede video. Het heeft iets langer geduurd uh, dan ik gedacht had, maar we zijn uh, met vrienden naar de zee geweest om de laatste dagen van de vakantie te vieren. Dus uh, dat was, was toch eventjes een klein beetje voor hem. Nu, uh, dit is de tweede video van uh, de reeks waarin ik je wil uitleggen of duidelijk maken, of vooral bewust maken, waarom dat uh, fysieke signalen belangrijk zijn. En dus in de vorige video heb ik je al verteld dat alles samenhangt. Fysieke signalen en meer pijn is eigenlijk het teken van je lichaam dat er iets aan de hand is. Alleen, um, pijn is niet slecht. Het is een manier om iets te signaleren, iets duidelijk te maken. Nu, um, om een voorbeeld te geven, veel vrouwen hebben bijvoorbeeld de neiging om um, elk en tien contact dat... Um, um, ik kan het anders zeggen, Elk cont intiem contacten gaan vermijden wanneer dat ze merken dat uh, seks pijn doet. Dus het probleem is dat uh, vrouwen afgesneden zijn van heel dat stuk daar en eigenlijk ook niet goed weten wat er aan de hand is. Want alles wat te maken heeft met de vagina en de baarmoeder draagt zoveel herinneringen zich mee dat het vaak goed is om eigenlijk dieper te gaan kijken. En ik snap dat, dat we allemaal de neiging hebben om te gaan stoppen. Ik had dat vroeger ook, tot ik begreep wat er eigenlijk echt door mijn lichaam mij vertaald wordt. Want pijn tijdens uh, seksueel contact dat zegt vaak niets over het fysieke, maar wel over het emotionele. Bijvoorbeeld, uh, vrouwen die niet nat worden, is vaak ook een teken dat er emotionele balans is tussen de partners, of dat er zelfs geen emotionele connectie komt. Dus. Denk maar aan zaken die niet uitgesproken zijn, zeker als het gaat om een, een, een vaste relatie. Dus iemand waar je, je lekker een, een, een standvastige relatie mee aan het uitbouwen bent. Maar ook misbruik of rigide ideeën over, over relaties, over seks bij jezelf, maar ook natuurlijk in een familieleen, kunnen ervoor zorgen dat um, vrouwen ernstige problemen ondervinden op dat vlak. Ook bij mannen natuurlijk. En dat gaat zich dan gaan uiten in erectieproblemen bijvoorbeeld. Maar we laten hier nu niet verder dieper op ingaan, het is natuurlijk geen uh, seksuele manifestatiecursus. Um, maar het punt is dat nog te vaak de signalen van lichaam, ons lichaam, mannelijk of vrouwelijk, maakt niet uit. Maar dat eigenlijk verkeerd begrepen wordt. En dat is iets wat bij elke klant die met mij heeft samengewerkt en die nog steeds met mij aan het zijn, nieuwe of oudere, dat maakt niet uit. Um, dat ik heb gezien, dat ik heb ervaren en um, dat um, vaak ook duidelijk is dat we het op een verkeerde manier gaan begrijpen. Nu, het is geen oordeel als jij ook zelf uh, die signaal niet begrijpt um, en gaat gaan vertrouwen op je deskundige. Opnieuw, he, ook ik heb jarenlang meer vertrouwd op de dokters dan op mijn eigen intuïtie en mijn eigenlijke innerweten. Maar het is eigenlijk pas wanneer je de verbinding met je team en met je innerlijke zelf weer herstelt, dat je ook weer gaat gaan vertrouwen op je eigen deskundigheid. Want uiteindelijk, face it, of wees eerlijk, niemand kan toch specialist zijn over je eigen lichaam. Hoe, hoe zou het universum dat toch op een hele bizarre manier dan uh, anders samen ge, uh, ja, gecreëerd hebben, om het zo te zeggen. Um, plus ook, waarom zouden wij dan als zielen... Ervoor gekozen hebben om een dergelijk vervoermiddel, zoals ons lichaam, te gebruiken als het geen tool was voor, voor, tot communicatie. Dus eigenlijk zou het absurd zijn als je er zo over nadenkt. Nu, wetende dat energieën wel die verbindingen met alles om zich heen en wel alles weten, dus ook wij, helpt ook te begrijpen dat in het menselijke DNA er ook van alles belangrijke dingen zijn. Want in het menselijke DNA. Zet namelijk ingebakkerd, om ook te zeggen ingeprogrammeerd, dat we hulploos zijn en dat we moeten luisteren naar anderen. En uh, ik leer je samen met mijn Arthurische familie om die kracht te herwinnen en om die sporen in dat DNA collectief te gaan verwijderen. Want jij bent zoveel meer dan een ander. En uiteindelijk, die dokter of die tandarts of die dierenarts of de psychiatrische specialist of de psycholoog of wat dan ook, ze vertellen allemaal slechts maar één theorie. Die ooit door iemand anders werd neergepend vanuit die verbinding met die zijn eigen energie. Dus het is belangrijk dat je leert voor jezelf gaat gaan denken. Dat je meer nog leert voor jezelf weer te gevoelen wat dat de dingen zijn die je voeden. Wat dat de dingen zijn die je uit balans schalen. En dat je daar naar gaat gaan luisteren. Ik zou zeggen, leer je grenzen te herkennen zodanig dat je um, ze op een goede manier kan gaan aangeven. als je Trouwens, meer hulp wenst rond uh, grenzen, um, weet dan dat je op mijn website een gratis cursus rond die grenzen kan gaan downloaden. Uh, het linkje kan je ook normaal gezien onderaan deze video uh, terugvinden en natuurlijk op de website www.schoolvoorascensie.be. Nu, um, dat gezegd zijn, pas wanneer je eigenlijk in staat bent om die verbinding met jezelf zonder wantrouwen te gaan volgen, dan pas kan jij eigenlijk als een meester jouw leven hier gaan vormgeven. En dat is een van de redenen waarom de meeste mensen eigenlijk nog niet in hun kracht gestapt zijn. Dat is angst. Angst om verkeerd te zijn, angst om alleen achter te blijven, angst om anders te zijn, angst om verlaten te worden, angst om gekwetst te worden, angst om niet meer vrij te zijn, angst om gezien te worden, angst om succesvol te zijn, angst om geliefd te zijn, angst om geen liefde te meer te voelen. En zo kan ik nog uren doorgaan. Want tenslotte is voor iedereen anders. Al de angsten die ik al ontdekt heb. en gemerkt heb en overgesproken aan mijn klanten. Um, je kan het zo gek niet bedenken, maar het is belangrijk om te weten dat dit allemaal overtuigingen zijn die via onze emoties als iets heel echt wordt ervaren. Dus de emoties die we aan die gedachten koppelen, laten ons laten ons verzorgen dat we dat echt als iets um, realistisch gaan ervaren. Terwijl het eigenlijk gewoon overtuigingen zijn die niet redeneren met de diepste kern van ons bestaan. Dus ze zijn niet in afstamming met jouw uh, authentieke energie, met jouw pure bloeddruk van jouw energie. Maar ze zijn ontstaan door een ervaring in het verleden. En vaak zelfs nog niet een ervaring die je zelf doorgemaakt hebt. Het wordt doorgegeven via bepaalde gebruiken in de maatschappij. <tus> maar denk ook aan het onderwijs, denk aan de overheden waarvoor dat we vrezen. Uh, eh, om boetes te krijgen of um, afgesneden te worden van held of wat dan ook. Maar ook ouders die moeten gevolgd worden, moeten geluisterd worden. Als je gewoon als je rondkijkt, begin eerst bij jezelf. Kijk eerst hoe is de relatie met je eigen ouders, als je het geluk hebt dat ze nog leven. Kijk van hoe is het die ouders? Uh, hoe, hoe is de relatie met mijn ouders? Eh, want heel veel volwassenen gedragen zich eigenlijk nog steeds als kinderen ten opzichte van ouders, terwijl dat ze al lang ...geleden de meerjarigheid hebben, <coughs> hebben bereikt en dan toch nog krimpt ze eigenlijk bijna bij wezen van spreken in één als het gaat over hun ouders want je moet luisteren want ze hebben zoveel voor je gedaan uh, en nog een heleboel duizenden andere redenen loskomen van je ouders loskomen van een systeem dat gaat niet zonder slag of stoot en misschien heb jij als tiener wel gepubert... Maar ben je toch nog niet volledig losgekomen van je ouders. Dus Blijf je toch nog vasthangen aan dat familiesysteem, aan bepaalde dingen die verwacht wordt van je ouders. Want het is altijd zo en het is altijd zo geweest en zij hebben het altijd zo gedaan. Om los te komen van dat systeem, of ruimer nog van een maatschappij, vraagt het om je diepste angsten aan te kijken. Het vraagt om door schaduwen te gaan en om dreigende geesten. Om die aan te kijken en om er eigenlijk doorheen te kijken, zodanig dat je het licht ziet dat jij bent. Zodanig dat je het eigenlijk, om het in het voorbeeld van je ouders te vertalen, in staat bent om als een gelijkwaardige ziel naast je ouders te staan. Want dat zijn we. Het maakt niet uit welke liefde je hebt. Het is zelfs naar je eigen, als je zelf kinderen hebt, ook omgekeerd naar je eigen kinderen. Je kinderen zijn enkel via jou hier op de aarde geïncarneerd, omdat dat op dit moment nog de enige manier is waarop we kunnen incarneren. Maar die kinderen zijn niet van jou. Dat zijn hele wijze zielen, vaak met veel meer maturiteit en wijsheid dan de meeste van hun ouders. Dus ook daarin zie je kinderen, zie je ouders, zie je vrienden, zie je baas, wat dat allemaal is, maar als een gelijkwaardige partner waar je naast staat. Um, en een ziel, jij bent een ziel. Iedereen is een ziel die zich niet dient te plooien naar een hiërarchie. Vooral niet als die hiërarchie jou niet voedt als ziel. Dus het is belangrijk om tijd te nemen en om voor jezelf te gaan denken. Stel jezelf vragen als: wat denk ik dat allemaal mogelijk is in mijn leven? Wat voelt mijn ziel dat kan? En dat zal anders zijn dan wat ik voel. En ga die dingen achterna. En weet dan ook dat de obstakels die je op je pad krijgt om daartoe te komen, die zijn er om alle overtuiging die je nog hebt, alle wonden en penen die je nog hebt, om die allemaal uit te zeuren. Dat is niet om jou te plagen en te testen of wat dan ook. Nee, het is omdat de energie die je hebt nog niet volledig afgestemd is op de energie van die hogere tijdslijn, waarin dat je dan wel dat verlangen hebt gemanifesteerd. Ik probeer hier niet te duidelijk en niet te moeilijk te maken, want op zich is manifestatie niet moeilijk, maar er zijn een aantal principes dat je moet echt begrijpen, niet hier begrijpen, maar eigenlijk echt gevoelen in je leven. Nu, kort gezegd, alles wat niet de energie van onvoorwaardelijke liefde draagt, kan niet langer bestaan. En dat moet dus verdwijnen. En daarin is je, je lichaam eigenlijk een belangrijke tool. Bijvoorbeeld um, zou je kunnen voelen van je ontmoet iemand en je krijgt nekpijn of je krijgt krampen in je buik. Luister daarnaar. Bijvoorbeeld gisteren was ik gaan winkelen met mijn kinderen um, en um, ik stond aan de kassa of wacht hè, ja maakt niet uit. Maar dus er was maar één iemand in mijn dichte buurt en instant, onmiddellijk kreeg ik hoofdpijn. En ik voelde dat dat was door de energie van die andere persoon. En dat is geen oordeel of dat dan ook aan die andere persoon, maar dat betekende wel dat die energie, of heel lang bij die persoon en die, die persoon in mijn energieveld toelaten, eigenlijk niet goed was voor mijn energie. Dus het zijn, het zijn de kleine um, veranderingen in jouw energieveld die. Zich gaan tonen op een fysieke manier. En hoe fijner hij wordt, hoe bewuster hij wordt, op een, hoe meer hij dat gaat kunnen gebruiken op een positieve manier. Dus in dit uh, geval zou je kunnen bewust dat de persoon in je energieveld en mijn energieveld lager trilt in frequentie. Maar natuurlijk, afhankelijk van de soort relatie die je met die persoon uh, hebt, kan je vragen om je energieveld te reinigen aan je team dan bijvoorbeeld. Excuseer. Of je kan letterlijk. Jezelf verwijderen uit het leven van die persoon, als dat nodig zou zijn. Nu, in dit geval was dat gewoon een winkelbezoek, was dat gewoon een random iemand, iemand die ik totaal niet ken. Uh, en ben ik gewoon verder gegaan met mijn boodschappen en was daarmee ook de hoofdpijn en melk verdwenen. Weet en besef dat niet iedereen in je leven hoeft te blijven. Ongeacht welke band er al dan niet zou zijn. Want het is ook hier belangrijk dat je oplet dat je zelf niets gaat wijsmaken. Want de ego, het ego... Gaat er altijd vaak, en zeker bij lichtwerkers en gaan we dat heel snel, merk ik dat heel snel, dat we dan, um, ons ego een stukje um, gestreeld wordt wanneer dat we denken dat de ander ons nog nodig heeft. Maar het enige wat dat eigenlijk zegt is eigenlijk dat je niet vertrouwt dat de ander in staat is om zelf zijn pad of haar pad te kiezen, om zelf tot de oplossingen te komen. En vaak is het dan ook zo dat lichtwerkers dan zichzelf in allerlei bochten gaan brengen en dan ocharmen toch maar die persoon gaat gaan helpen. Maar eigenlijk komt het voort vanuit hun eigen wonden, vanuit hun eigen negatieve, on, onzeker, eh, geen onzekerheid, negatieve overtuiging, waarin dat we onzeker zijn over onszelf en proberen we op die manier toch erkenning en goedkeuring te krijgen. Dus let ervoor op. Um, dat, zijn een, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld van een, een valkuil van uh, ons ego. Zeker ook als lichtwerker. Want het is vermomd onder het pakje van we helpen. Dus het is belangrijk dat, um, dat je meer en meer ontdekt. En bewust bent wat dat betekent om je authentieke energie neer te zetten. Dus met andere woorden, om jezelf te zijn. En hoe meer je dat doet, hoe meer dat je zal zien dat enkel die mensen die bijdragen tot je hoogste tijdlijn. en dat dus je hoogste goed naar je toe getrokken zullen worden. En natuurlijk gaan er nog andere mensen proberen aan te haken aan jouw energie, maar het is aan jou heel belangrijk om te gaan kijken van oké, okay, voedt het mij, brengt het mij verder? Um, hoe zit die, uh, die balans tussen geven en nemen? Um, is er hier nog een les dat ik mag leren in deze relatie? Of mag ik deze relatie eigenlijk gewoon beschouwen als afgesloten en afgerond? Het belangrijkste wat je te doen hebt, is dus heel bewust te worden en heel bewust te luisteren naar die kleine subtiele signalen op je lichaam. En in het begin, zeker als je dat niet gewoon bent, is dat echt een hele, ja, een hele bewuste en uitdagende oefening. Maar hoe meer je erin oefent, dat is zoals met alles hoe sneller hij erin wordt en hoe fijner hij nog de, 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 de nog kleinere subtielere verschillen gaat kunnen um, uh, opmerken. Nu, uh, waar dat dan uiteindelijk nodig zou zijn, dan gebruik je energiewerk of energie om stukken te gaan transformeren bij jezelf, bij de ander, in de relatie, in situatie, wat dan ook. En hoe dat je dat snel en eenvoudig kan doen zonder lange visualisaties, zal ik uitleggen in de volgende video, de laatste video. Maar om je nog een aantal ideeën te geven over hoe dat fysieke signalen, uh, of ja, fysiek signaal, dus via je lichaam, uh, hoe dat je lichaam die signalen geeft, ga ik er eigenlijk nog een aantal uh, op een rijtje zetten. Ik heb hier uh, mijn notities bij me. Uh, en er zijn een aantal van. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, 7 heb ik erop geschreven. Dat zijn zaken die regelmatig terugkomen, die ook van klanten komen of dat ik zelf ervaren heb. Dat kan ik alvast al is, wil meegeven. Bijvoorbeeld, pijn in het hart of in de hartstreek, um, dat kan natuurlijk te maken hebben met hartopeningen. Die uh, zijn heel pijnlijk en die verlopen ook meestal gradueel en dat heeft te maken met het schokeffect. effect Dus naarmate je hart opent, um, um, ja, ben je ook vatbaarder voor die verschuivingen in energie um, en het is belangrijk om voldoende rust te nemen. Persoonlijk vond ik dat de hartopeningen. Het meest uitdagende voor mijn fysieke lichaam. Dus uh, zit er ook heel bewust mee. Uh, twijfel je, laat je uh, onderzoeken door een medische arts natuurlijk. Alle artsen zijn medisch. <laughs> maar het is medisch onderzoeken. Om zeker te zijn, om alles maar gewoon om je ego te gaan sussen en om die angsten te gaan sussen. Maar weet dus dat uh, energetische hartopeningen echt heel pijnlijk kan zijn. Um, lage onderrugpijn. Het heeft altijd te maken met uh, vasthouden, emotioneel vooral. Als je dan kijkt naar de darmen, dan kan het ook zijn dat uh, je eigen zit. of dat het samenhangt. Um, het kan ook omgekeerd, het kan ook gepaard gaan met gewoon andere veranderingen in je toegang. Dus kijk ook uh, bijvoorbeeld naar wat heb ik nog niet verteerd op emotioneel vlak, waar ben je mee bezig in je hoofd. Uh, en wat hou je dus dan vast dat niet van jou is? Hè? Vaak is het ook in relaties, maar dat hoeft niet per se een relaties. Um, um, enkel partnerrelaties te zijn, kan ook ruimer zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, voor de vrouwen dan, pijnlijke maandstonden. Kijk eens van, wat is er tijdens mijn laatste cyclus? Dus sinds je laatste maandstonden, wat is er daar gebeurd? Vaak is het zo dat uh, meer stress ervoor gaat gaan zorgen dat je menstruatie zwaarder aanvoelt. Maar geef dus je lichaam de tijd om te gaan bloeden en om los te laten. En dat is natuurlijk het probleem in de huidige maatschappij. We moeten allemaal gaan werken en we zitten aan tijdsdruk en schema's. Maar het is echt belangrijk dat je lichaam de tijd geeft om te bloeden en om los te laten. Uh, als je bijvoorbeeld last hebt van klonters en donker bloed, is dat vaak ook een teken dat je um, oude ballast en oude pijn aan het loslaten bent. Dus ga mee in die rust en neem echt de tijd waar je lichaam nodig heeft. Uh, verder, nekpijn en steve schouders bijvoorbeeld, dat is stress en spanning in het korte verleden. Dus daar kan je ook heel makkelijk uh, best je nek en je schouders gaan masseren. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een shakti nekrol, waar ik gemakkelijk aan kan opleggen. Die, uh, in het begin wel aanpassen is, want het is heel behulpzaam uh, voor die um, stukken in je lichaam. En dat helpt ook om de doorbloeding open te houden. Want dat zorgt ervoor dat je flexibel bent in het omgaan met obstakels in je leven. Een andere constipatie, dat heb ik al een beetje gezegd daarnet, maar dat is ook te veel controle vasthouden. dus leer meer los te laten en in overgave te gaan. Dat is een hele uitdaging voor de meeste mensen. Uh, Oorpijn. Um, het eerste waar je moet aan denken is: van wat hoor ik niet of wat wil ik niet horen? Een druk in je oor kan ook vaak te maken hebben. Met aanpassing van je oorchakras. Zodanig dat je meer zou horen van wat er gezegd wordt. Met de woorden, je veel meer zou horen wat er tussen de lijntjes gezegd wordt. Zoals als ze zeggen: lezen tussen de regels. Dus dat je daarin ook uh, meer hoort en merkt wat er uh, echt ge gezegd wordt. Um, dat is ook het stuk waarin dat je gaat merken en leren dat wanneer dat mensen dingen zeggen. dat je gewoon voelt dat de energie niet klopt. Vertrouw daarop. En dan slag is de laatste waar ik ook iets over wil zeggen. Dat verschilt natuurlijk naarmate de, de plaats waar dat zich voordoet, maar dat is ook vaak een teken van purging, dus van detoxen, van loslaten, van reiniging, van zuivering. Uh, bijvoorbeeld de kaaklijn, vooral bij vrouwen ook heeft te maken met hormonale disbalans. Rond de ogen heeft te maken met iets wat je eindelijk weet, maar niet wilt zien of niet wilt erkennen, nog niet wilt erkennen in het dagelijks leven. En dus zo, ja, moet je een beetje kijken van waar is het dan dat die plaats of die uitslag? Uh, naar boven komt en wat zou het dan zijn dat zou kunnen betekenen? Dus ook daar kan je ook gewoon vragen: van aan je team, toon mij wat het is dat dit, deze pijn of deze uitslag of wat dan ook, wat is het hetgeen dat mij uh, wit wil zeggen. Nu, er zijn nog zoveel meer zaken en voor iedereen is het ook anders. Wat dat bepaalde pijn bij de ene dat wil zeggen, kan het bij iemand anders iets anders zijn of naar een andere situatie. Nu, wanneer of als je meer wil weten, dan zou ik je alvast willen uitnodigen om deel te nemen aan een van de Zoom-sessies die ik organiseer in september. Er zijn er in totaal vier, vier verschillende data. Pardon, je vindt alvast de link onderaan in de video. Um, en in de Zoom-sessie krijg je de mogelijkheid om je persoonlijke vraag te stellen. Um, is dat nu van, ten aanzien van fysieke stukken of iets anders, maakt niet uit, dat kies je zelf. Um, en de boodschap, of eigenlijk het antwoord op je vraag, zal door mij gechanneld worden onder leiding van Althea, dat is mijn, de naam van mijn um, holy garden angel, om het zo te zeggen. Ik heb nog altijd geen goed woord in het Nederlands gevonden. Um, maar dat zal dus via mij rechtstreeks gechanneld worden tijdens de Zoom-sessies. Um, ik wil je dat alvast aan meegeven, wil je aanwezig zijn, want de eerstvolgende begint volgende week al, ergens als ik het goed voor heb, 9 september, maar je kan hieronder aan de link al de vier data zien. Um, en ik hoop je alvast te zien in de laatste video, waar ik je dus nog meer vertel over hoe je emoties kan gaan begrijpen zoals ze eigenlijk bedoeld zijn. En ook een hele eenvoudige tool om je energie te gaan transformeren. Voilà, ik ga deze uploaden en tot de volgende! da